Nederland te maken, welke is een nieuwe vlog. Mijn naam is Stefan, 24 jaar. Het is al best laat, dus het is heel veel wel. Ik ga zo mijn tras om wisselen. Zonder draaien. Ik heb nou lekker in bad gezeten, lekker bij de buur in bad gezeten. Vergeten met de groep en zo. Wordt een korte vlog, hele korte, omdat ik gewoon even wil updaten. Het is weer gelukt om te vloggen en dat editen een huisgenoot, dus die staat op YouTube, heel tof. Check vooral haar kanaal, check mijn kanaal, mijn andere vlog op mijn kanaal. En vergeet niet te abonneren op het kanaal, duim of je het leuk vindt, en aan het begin van deze video. Mijn kamer ziet er op zich wel netjes uit, zoals je ziet. Gisteren kadasatie geweest, ik hoop dat trouwens, ik heb lekker gewerkt vandaag. Zelf omdat ik de koe was er niet vandaag, want die had crematie, dus dat moet ook gebeuren. Tenminste, zulke dingen horen ook bij. Goed gesprek gehad met boema's, met collega's, met dieren lekker knuffeld geaaid en zo. En vandaag de omheining gemaakt. Dat is alles wel tof. En verder, een beetje mijn kamer opgeruimd. Nu zit de was in de wasmachine. Ik heb een No Limit pet op, gewoon dat kan. Ik ga hem anders noemen, want dat is mijn vlogpet. Volgens mij sowieso. Dus, ja. In ieder geval, ik heb een prima dag gehad verder. Lekker gewerkt, fietsen ging goed. Het was droog vanochtend, het was heel koud vanochtend. Ik ben kapot met een chill. Vervolgens staan we op YouTube, zijn goed gelukt. Beatbox ook. Ik kom morgen beatboxen en rap online. Over egoïsme. Die komt morgenochtend. Kom morgenmiddag online. Morgenavond. Even kijken. Ik wil even kort wat delen. Ik heb een fijne dag gehad. Gisteren een goed gesprek gehad met Daan Chalmers uit de kerk. Vanaf de kerk. En dat heeft me toch een motivatie gegeven om door te gaan met alles en positief te blijven. Mijn vlogs zijn een beetje saai, heet hetzelfde dingen. Maar ik probeer ook gewoon ook andere dingen te vertellen en gewoon vertellen hoe ik me voel en zo. En ik moet toch een beetje een hardriem onder mens steken. Gewoon laten zien dat ik van ze hou en ik er voor ze ben. En ik heb eigenlijk geleerd dat ik meer van mijn eigen, niet van mijn eigen kijk, maar ook voor andere mensen. Er zijn heel veel mensen in mijn familie of een vriendengroep of het werk. Of thuis een groep uit die allemaal niet goed in hun vel zitten en die echt een motivatie nodig hebben. Dus voor deze. Ik wil je kort bemoedigen van hoe je ook voelt, geef nooit op. Ik heb dit voor mij vorige week tot het weekend ervoor ook gefilmd. Maar we zitten in een hele moeilijke tijd. De depressie tijd komt eraan, de herfstwinter komt eraan. En het gaat heel erg koud en frisjes worden. Ik heb mijn raam dicht zoals je ziet. Ik slaap er met deken. Niet veel koffie meer, dus ik moet volgende week even een nieuwe halen. Ik ben best wel moe. Heel erg moe in mijn hoofd van alle gesprekken die ik heb gehad vandaag en gisteren. Dat hoort allemaal bij. We leven ook een hele tijd mee, daar moeten we mee om kunnen gaan. Goede schik met huisgenoten. Hij zit met mij vandaag een filmpje doorgestuurd die ik kon editen, die ik kon YouTube zetten, dus dat is gelukt. Ik ben blij dat het gelukt is. Doe ik voortaan weer via de internet, niet meer via de app, dat is niet handig. Ik heb geen ringen meer zoals je ziet, geen tijd voor gehad. Ik heb lekker in bad gelegen vanavond. Lekker relaxed, lekker tv gekeken. En ik ga zo lekker tijd slapen, ga zo even zien voor gamers. Nee, ik ga wel een kwartier slapen. Hoef ik heel te staan, morgen moet ik de was opruimen. Ik heb een extra wasdagje vandaag. Dat is wel chill. Ik zie er steeds moeier uit. Ik word steeds moeier van al dat van prikkels indrukken. En dan morgen weer een nieuwe werkdag. Morgen een nieuwe dag. Gaan we fris opstaan. En we kunnen het gewoon. Ik geloof het erin. Ik geloof dat we het kunnen. Ik geloof het ook dat jullie het kunnen. Maar ik hoef niet per se geloof zijn mijn vlogs te bekijken. Ik heb heel christelijke tintjes aan mijn vlogs. Zoals je allemaal ziet draag ik een kruisketting om het geloof te uiten. Ik heb nooit verteld om mijn kruisketting, maar ik draag het om een engeltje op mijn schouder te hebben. Altijd als ik een christen ben. En deze. Wat Jezus doet.
prachtige armband. Met wat wil Jezus, wat wil Jezus doen? Heel belangrijk in je leven. Dus wil ik je even meedelen. Ik heb niet echt wat te melden. Ik heb in ieder geval een prima dag gehad. Goede gesprekken gehad. Lekker gegeten met een huisgenoot. En mij. Soesjes op. En begeleid zich. Even aan het feesten. Het is 39 geworden morgen. Morgen werk ik hier. Dus dat is gezellig. Lekker gesprekken mee hebben. En voor de rest heb ik. Ja, dat heb ik net ook al 4 keer gezegd. Maar. De volgende stap valt uit. Ik zeg altijd dat ik er niks te melden heb. En dan ga ik nog 4 minuten door. Maar nu niet. Ik moet, omdat ik extra lees zie ik. Ik heb deze nog niet gelezen. En die ga ik morgenochtend even lezen. Dan zou ik ook niet staan. Dan kan ik net zo goed geen handen meer nemen als ik ze niet lees. Dus dat ga ik morgenochtend even doen. Ik moet morgen even 2 kopjes afwassen. Dat ga ik ook even doen. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze video. Check vooral mijn kanaal, check mijn beatbooks, mijn vlogs, mijn motivatievideo's, mijn breakdance-video's. Even een korte update over mijn voet. Ik loop er moeilijk. Ik kan amper lopen en het is heel moeilijk om gewoon rustig en normaal te lopen. Ik heb heel veel last van deze been en van mijn voet ook. En ik moet waarschijnlijk, als het over 4 weken nog niet over is, of 2 weken over nog niet over is, ga ik naar een fysio. Oké, zeker. Hele fijne avond. Check mijn Hollanders kanaal, Roman Weapon. Check zijn kanaal, check andere kanalen die ook op YouTube zijn. Promote jezelf. En like en deel met je vrienden deze video. En mijn kanaal. Want ik wil gewoon de 50 of 60 abonnees zijn. In ieder geval eerst de 50. Dat zou tof zijn. Check mijn volgende video. Welterusten. Fijne avond en tot morgen. Ciao.